Dames en heren, jongens en meiden, van harte welkom bij het elfde, nou ja, het dagjournaal van de elfde ronde van het kandidatentoernooi 2020-2021. Ja, degenen die het gevolgd hebben, zullen het ongetwijfeld hebben gezien. Het was een mooie dag voor Anish vandaag. Daar gaan we uiteraard naar kijken, maar er gebeurden ook nog andere spectaculaire dingen in de andere partijen. Vandaag niet alles even interessant, maar goed, het kan niet altijd feest zijn. Toch hebben we meer dan genoeg interessante partijen en momenten om dit de komende half uur goed te kunnen vullen. Laten we eerst even gaan kijken naar de stand voor aanvang van deze ronde. We zien Nepo met een puntvoorsprong, dat is een hele ruime voorsprong, op Vercelle, Graf, Caruana en Giri. En natuurlijk, Nepo met wit tegen Caruana is een interessante partij. En ja, wat gaat Giri doen met wit tegen Ding? Was natuurlijk ook de grote vraag. En nou, die vraag gaan we zo snel mogelijk beantwoorden. Laten we meteen naar de partijen gaan. En we beginnen uiteraard, zoals elke dag, ons verslag met de partij van Anish tegen Ding Liren. Ja, Ding Liren, het blijft een beetje een lastig verhaal. Het is natuurlijk een fantastische schaker. Heeft dat wat lastig gehad in het coronajaar. En ja, komt dan terug in zo'n kandidatentoernooi waar hij eigenlijk al kansloos is voor de titel. Ja, wat moet je dan nog doen? Maar goed, hij weet spectaculaire partijen te spelen, maar de scherpte ontbreekt toch. En dat zagen we ook in deze partij. Anish met wit wil het Spaans. A6, lopen A4. Paard F6. Rokade, lopen E7. En hier kiest Anish voor lopen mas C6. Een soort ja, uitgestelde afralspaans. En hij zei er zelf ook over, dit is waarschijnlijk de meest saaie, droge stelling die je met wit kunt verzinnen in het Spaans. Waarom hij ervoor kiest, geen idee, maar op zich werkt het prima. Het is een rustige opstelling. Wat er eigenlijk gebeurt is, wit geeft zijn lopenpaar op. Zwart heeft een dubbel pionnetje hier zo, maar goed, heel erg is dat ook weer niet. En wit hoopt de stelling een beetje, het centrum een beetje dicht te houden, waardoor de zwarte lopers er niet heel goed uit kunnen komen. Maar ja, zoals Anish zelf ook al aangaf, ja, het is allemaal niet zoveel. Paard BD2, lopen E6 en hij kiest voor een nieuwe zet in deze stelling. Paard B3, nooit eerder gespeeld in deze specifieke stelling. En het paard heeft een duidelijke missie, namelijk naar de rand van het bord, paard A5. Lijkt een beetje gek. 1, 2, 3 zetten om het paard aan de rand van het bord te krijgen. Maar hij houdt wel de pion op B7 onder schot. En deze kun je verdedigen met zwart met toren op jacht en vervolgens kort rokeren. Is waarschijnlijk waar Anish op geanticipeerd had. Zwart rokeerde echt te lang en Anish zei ja, niet echt lang bij stilgestaan bij deze zet, maar het is eigenlijk best wel logisch. De pion staat netjes gedekt, ontwikkeling is afgerond en zwart kan nu besluiten om aan te gaan vallen op de koningsvleugel. Dus eigenlijk is het hier helemaal niets aan de hand voor zwart en ja, de opening van Anish toch niet helemaal gelukt. Lopen G4, C3. Nou, het mogen duidelijk zijn. Anish gaat voorbereidingen treffen om op deze flank aan te vallen. En uiteindelijk een keer met B5 te breken. Er wordt altijd gezegd de kant van je koning of je koningstelling niet te veel pion zetten spelen. Want dat is alleen maar verzwakkend. Nou, Ding Liren had daar maling aan. Hij speelt de zet C5. Dat is op zich logisch. Want nou, het voorkomt de zet B4. Maar goed, Anish speelt A3 en B4 zit opnieuw in de stelling. En hier speelt Ding nog een pionzet voor zijn koning. Hij speelt de zet C6. Ja, niet ideaal om daar wat zwaktes te creëren. Of in ieder geval aanknopingspunten voor wit om die pionstructuur open te breken. Want het is best een solide pionstructuur, maar nu vallen er toch wat gaten. Anish besluit zijn aanval verder te zetten. Loper C7 gespeeld. Overigens, wellicht goed om te vermelden wat had zwart dan wel kunnen doen. Zwart had ervoor kunnen kiezen om zijn eigen aanval op te starten met een zet als torengejacht. Volgt nog G5, lopen eventueel naar achter en doorstoten met de pion. Waarbij je nog steeds gebruik maakt van deze, nou ja, toch wat lastige penning. Maar goed, heeft Ding Liren dus niet gedaan. Lopen C7 gespeeld, paard B3, paard D7. Lijkt een beetje de verkeerde kant op te gaan, maar zwart heeft een duidelijk plan. En je speelt H3, lopen H5. Ook hiervoor geldt weer, ja, dit is misschien een aanknopingspunt als de zwarte pion naar voren komt. Maar goed, het biedt wit wel de mogelijkheid om altijd een keer G4 te spelen en de lopen verder weg te jagen. Maar ja, ook dat is wat tweesnijdend. Hoe dan ook, lopen E3 gespeeld. En Anish zegt, ja, ik was eigenlijk best tevreden.
Hij dacht, ja, slaan, slaan en ik heb een heel duidelijk plan. Ik speel c4 en b5 en ik breek heel die koningsstelling open. Maar dat viel een beetje tegen. Dean Rens speelde namelijk het hele sterke f5. Lijkt een beetje een gekke zet, want die staat ongedekt. Maar het idee is, als wit op f5 pakt, dat zwarte zet c4 speelt. En dit is een hele gevaarlijke. Valt het paard aan, valt de pion aan. En loze zet zou zijn om te slaan, maar nu komt e4. En nu zie je dat zwart inderdaad profiteert van die penning. En ja, dit kost wit gewoon materiaal. Hij kan nog wel de loper weghalen en penning creëren op de e-lijn, maar dat is ook maar tijdelijk. En hij zal hoe dan ook in de problemen gaan komen. Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden om van deze diagonaal te profiteren. E5, mits het paard van F3 weg is. Maar goed, lang verhaal kort, problemen dus voor Anish. F5 mag niet geslagen worden. Dus ja, dan C-pion maar slaan, want die is natuurlijk gratis. Dame F7 gespeeld. B1. Ja, je ziet al een beetje druk ontstaan, hè? Op F3, of ja, de druk was er al, maar wordt alleen maar wat groter. Zwart heeft natuurlijk elk moment de kans om op E4 te slaan en te ruilen. Kan zwart ook doen. Hij kan op E4 slaan, hij kan voor één grote afrol gaan. Loopmal F3, damemal F3, wit waar ik wel dames ruilen, want ja, hij gaat een dubbelpion krijgen en dan is een open koning. Niet prettig als er nog dames op het bord staan. En ja, goed, hier kan er nog op C5 geslagen worden. Het paard kan volgens mij weggejaagd worden op een manier. En nou goed, je kan de pion ontdekken, maar die zal er ook afgaan. Ja, het is allemaal niet zoveel meer. Voor wit niet, voor zwart misschien nog wel. Maar Anisha, ja, ik sta sowieso niet beter. En dit kan zwart sowieso spelen. Maar goed, ding, wat ik al zei, heeft niet zoveel te verliezen dit toernooi. Dus hij ging ervoor, G5. Eenmaal F5. Zwart kan er wederom voor kiezen om gewoon terug te slaan en de druk op het paard een beetje te vergroten. Komt wederom een zet als dame E4 en we krijgen een soortgelijke variant als toenet. Dan kan zwart ook eventueel spanning handhaven. Maar nee, Ding besluit een tweede pion te offeren. Ook F5 slaat hij niet terug. Hij heeft nu C5 geofferd en F5 geofferd. En hij speelt hier de zet G4. En dit was eigenlijk gebaseerd op een misrekening. Hij had namelijk gewoon gemist dat Anish paard G5 kan doen. Dat had hij nog wel gezien. Maar de zet H4 was hem volledig ontschoten. En hiermee bereikt Anish heel veel dingen. Zijn paard staat netjes gedekt. Nog belangrijker, de spanning die hier was toen de pion nog op H3 stond, is weg. Dus hij krijgt het voor elkaar om die koningsstelling een beetje gesloten te houden. En ja, dat is toch wel even een dingetje voor de zwarte aanval. Want dat maakt het een stuk moeilijker om er doorheen te breken. Nou, Anish zegt ja, hij had waarschijnlijk iets als paard F6 kunnen doen. Heel veel andere logische zetten had hij wellicht niet. Lopen E7, G3, dame E1 was een variant die hij noemde. En hij dacht hier wel prima te staan en dat beaamt de computer ook. Er is te veel gaande, de toren staat aangevallen. Het dreigt F-man G3 met aanval op de dame en ook nog het paard op F6 wat erachter staat. Al met al dus problemen voor zwart. Dus Ding besluit om die loper maar even weg te jagen. Want als de loper weggaat, kan die wel met goed fatsoen paard F6 spelen. Dreiging lopen E7 is weg. Dus ja, in principe een logische zet. En dit is het moment waarop Anish echt een fantastische zet speelt. De loper staat aangevallen, maar hij laat het gewoon voor wat het is. Hij speelt het stuk over paard E4. En hij droomde al van een paard op E4. Voornamelijk omdat het deze pion blokkeert en daardoor die loper buitenspel houdt. Want deze diagonaal blijft natuurlijk toch gevaarlijk naar die witte koning toe. Zwart kan er nog niet echt gebruik van maken, maar ja, als die pion ooit wegkomt en hij kan een batterij neerzetten daar met dame en lopen, kom je toch in de problemen. Dus Anish al heel blij dat ze paard op E4 staat, maar ja, het gaat wel ten koste van de loper op C5. Bmol C5 en bmol C5. En zoals Anish zelf zei, ik heb in mijn leven meer dan genoeg veel slechtere stukoffers gespeeld, dus ik had wel zo'n gevoel dat, dat dit wel goed zou zitten. Hij dacht, ik krijg sowieso praktische kansen. En ja, tegenwoordig betekent dat in de praktijk eigenlijk altijd dat je gewoon heel goed tot gewonnen staat. En dat bleek ook. Maar ja, de vraag is natuurlijk even, wat is er nou aan de hand? De B-lijn is geopend. Nou, oké, dat is niet zo spannend op zich. Want ja, wit kan er moeilijk stukken bij halen. Maar oké, als we verder kijken zien we dat de zet D4 voor problemen kan zorgen. Want dan ineens komt A6 onder schot.
Maar toch is het allemaal niet zo eenvoudig. Ik zal even een paar varianten laten zien om een beetje te illustreren wat er nou precies gaande is. Stel voor, wit of zwart speelt een compleet neutrale zet. Zh6. Niet zo verstandig. Oké, dan kunnen we even zien wat er aan de hand is. Wit speelt paard d6. Een mooie paard ruilt hij voor die passieve loper. Maar ineens zijn er een heleboel problemen. Want d4 komt eraan en a6 is gewoon heel moeilijk te verdedigen. Zeker omdat er ook nog een half open b-lijn is. Die koning staat al bijna mat. En zwart is dus niet bij machten om daar wat aan te doen. Zijn loper staat hier, zijn dame staat hier, zijn toren. Het paard staat wel een beetje in de buurt, maar hij kan er dus geen stukken bij krijgen in die verdediging. En dan kun je een stuk voor staan, maar daar heb je helemaal niks aan. Laten we even iets kritischere blik werpen. Stel voor, hij speelt in deze stelling dame g6 in plaats van de neutrale zet h6. Zorgt in ieder geval voor dat na paard d6 het nodige geslagen kan worden en die dame als verdediger erbij komt. Dus dat is al een iets betere poging. Maar na dame g6 kan witte zet paard a5 spelen. En dit is ook een fantastische zet. Het paard kan geslagen worden door de loper, zou je denken. Maar als zwart slaat, wil je paard d6. En zwart moet eigenlijk wel zijn dame voor het paard geven, want doet hij het niet. Gaat hij gewoon simpelweg mat naar toren b7. Fantastische matnet daar. Dus ja, paard a5 kan niet geslagen worden. Dan komt de zet paard b8. Wat ook een hele logische verdedigingszet lijkt te zijn. En hier heeft het eigenlijk meerdere manieren om er doorheen te komen. Maar een hele mooie manier is eigenlijk torenmaal b8. Je moet het maar zelf bekijken met een bordje erbij of eventueel met een computer. Mocht je zelf niet zo zin hebben om daar nou heel hard over na te gaan denken. Er zijn best wat mooie winstwegen voor wit. Loopmaal b8, dame b2. De dreiging is op zich duidelijk. En als je die gaat verdedigen, komt wit gewoon binnenwandelen. Dame b6. Dame c7. En nogmaals, er zijn meerdere manieren. Maar het geeft aan dat wit wel heel erg goed staat. Zwart dreigt weg te lopen. Maar wit speelt gewoon toren b1. Had nog een volgend stuk erbij. Dreiging is toren b7. Maar ja, ook c6 moet hij in de gaten blijven houden. En dat loperpaar van zwart ja, staat nog steeds helemaal niets te doen. Alle witte stukken meedoen. De computer geeft het ruimschoots gewonnen voor wit hier zo. Er zijn dus gewoon heel veel problemen voor zwart. En dat is gewoon niet zo makkelijk te pareren. Zwart kiest ervoor om, ik kan het overigens nog tientallen varianten laten zien en verdedigingsmogelijkheden voor zwart, maar het werkt allemaal niet. Allemaal om zijn eigen redenen. Zwart denkt, weet je wat, ik speel paard op 6. Ik probeer dat paard af te ruilen en ik probeer een soort vluchtroute voor mijn koning te creëren naar die koningsvleugel, want daar heb ik wel stukken staan en daar staat hij wel veilig. Paard d6 gespeeld. Die wordt geslagen, moet ook wel. Zwart besluit hier de tijd te nemen om torenmaal d6 te doen. Je zou denken, ja, dat pionnetje, dat maakt toch ook niet meer uit? Waarom ga je niet gewoon rennen met je koning? Dat was toch het plan? Zo snel mogelijk wegwezen hier. Stel voor wit speelt schaak. Dan kun je er vandoor en dan ben je al redelijk veilig. Maar ook dit feest gaat niet door. Wit heeft namelijk de hele mooie zet paard d4. Mag uiteraard niet geslagen worden op straffen van dame e7 en dame c7 of dame b7 mat. Dus ja, de zwarte dame moet weg. Nou, stel voor dat hij aan die e-pion wil blijven hangen. Toch al een belangrijk pionnetje. Dame f4 wordt gewoon weggejaagd met g3. Dame h6, dame maal e5. Er dreigt dame e6, er dreigt dame e7, er dreigt toren b7. Er dreigt meer dan genoeg. De zwart kan gewoon opgeven in deze stelling. Er valt geen eer meer aan te behalen. De hele zwarte stelling is gewoon in elkaar gestort. Eigenlijk redelijk ongemerkt. Door een passief stukoffer van Anish was het heel snel voorbij. Hij speelt torenmaal d6, d4 gespeeld, de zet waarop ze zaten te wachten natuurlijk, want damemaal a6 komt toch een keer. Een van toch de belangrijkste resources voor Anish in de stelling. c5. De toren moet natuurlijk even verdedigen. Paardmaal c5. De stelling ligt zo open. Zwart heeft eigenlijk geen fatsoenlijke zetten meer. Hij doet maar toren e8. Maar de dame c4. Gaf ding op. Ja, het paard heeft straks een aftrekaanval naar keuze. En mocht je dat willen voorkomen met toren c6. Dan komt d5. En nu moet de toren kiezen. Wil ik graag die pion blijven dekken om dame maal a6 te voorkomen? Of wil ik op die c-lijn blijven,
dat het paard geen aftrekkabel heeft. Ja, en beide zijn helaas geen optie. De toren moet echt op C6 blijven staan, want hij moet allebei voorkomen. Maar ja, dat gaat dus niet, want hij staat aangevallen. Dus in dame C4 gaf zwart op en ja, was die partij toch plots ineens heel mooi voorbij. En hij zelf was wat bescheidener. Hij zegt, ja, laten we eerlijk zijn. Ding heeft het eigenlijk de partij volledig onder controle gehad. Tot het punt waarop hij G5 en G4 speelde. Daarover speelde hij zijn hand een beetje. En ja, goed, de rest vond hij allemaal redelijk logisch. Ik vond hoe dan ook een fantastisch stuk offer en een hele mooie partij. Je wint niet zomaar van Ding binnen 30 zetten op deze wijze. Dus een hele mooie, maar vooral ook belangrijke overwinning voor Anish. En ja, eigenlijk hebben we ook een beetje een Anish gezien die we niet zo goed kennen. Hij is meestal wat behoudender, wat rustiger. Dit soort partijen zien we niet vaak van zijn hand. Maar ja, het is duidelijk, ook dit kan hij gewoon. Goed. Anish wint dus. De grote vraag is natuurlijk, wat doet Nepomniachtchi met wit tegen Caruana? Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Nepo houdt gewoon remise met wit. En dat lijkt me heel verstandig gezien de stand in het toernooi. Je directe concurrent op remise houden, lijkt me prima. Dit is een hele saaie variant. Die heel moeilijk te winnen is voor zwart. Oud-wereldkampioen Ponomariov zei het ook op Twitter. Hij zegt, ja, zelfs tegen lage gereden tegenstanders win ik dit niet met zwart. Laat staan als je Caruana heet en je speelt tegen Nepomniachtchi, die notabene aan kop staat in de kandidatentoernooi. Dus hier is niet zoveel eer te behalen. Caruana probeert het wel. Hij offert een pionnetje, maar het is allemaal nog theorie. En ja, Nepo heeft het natuurlijk voorbereid. Die heeft al lang een strijdplan klaar liggen. Hij had al lang een scenario met, nou, mocht ik nog aan kop staan en ik heb wit tegen Caruana en ik wil een saaie remise variant, dan kies ik dit, analyseer ik het, onthoud ik het. Niks aan de hand. En dat is wat er gebeurde. Ik ga er niet te veel over analyseren. Er wordt heel veel geruild. Wit heeft eigenlijk een pionnetje extra. Maar er worden wat pionnen geslagen. Er worden wat stukken geruild. We duiken een eindspel in. Er worden nog meer pionnen geruild. En nog wat pionnen geslagen. Materiaalverhouding is gelijk. Wit heeft wel een vrije pion. Die kan je nog wel eens ondersteunen met je koning. Maar dat geldt alleen in eindspelen met maar één toren. Met beide torens zie je dat deze toren een goede functie heeft om die koning afgesneden te houden. Ja, en dan gebeurt er niet zo gek veel. Er wordt wat heen en weer geschoven. Uiteindelijk besluit wit, weet je wat, de A-pion mag jij hebben. Dan neem ik de A-pion, ruilen we de hele tent en dan maken we er gewoon remise van. En dan zijn we weer een ronde dichter bij de overwinning, is wat Nepo gedacht moet hebben. Maar waren ze achteraf, ja, waarom zou ik anders het niet spelen? Er zijn nog 3 rondes te gaan, dus Caruana is zeer geduldig. Nou, we gaan zien omdat ze ja, of dat hij nog wel uitbetaalt of dat Nepo alles onder controle heeft. Daar gebeurde dus weinig spannends. Anish loopt dus een halfje in op Nepo, maar goed, daar komen we zo nog even op terug. Andere niet zo spannende partij, Alexienko Wang Hao, gaan we niet naar kijken. Gebeurde niet zo heel veel spannends, maar Grishuk Vachele Graaf gaan we wel naar kijken. En dit was een hele interessante partij. Grishuk probeert ook de Nidor van Vachele Graaf onderuit te halen en doet dat met een wat onorthodoxe variant. En voor degene die eens een keer wat anders wil spelen tegen Siciliaans, dit is echt een hele leuke variant. Je begint met paard C3 op Z2, je speelt D4, slaat met de dame, dame D2 en B3. Je gaat heel snel voor lange rokade. Je gaat nog steeds aanvallen op de zwarte koning, maar het is net even een andere opzet. Je haalt net je tegenstander een beetje uit zijn voorbereiding. Loop H6, dit is allemaal nog gebruikelijk. Het is geen hele oude variant, maar de theorie heeft zich redelijk vlot uitgekristalliseerd. Lijkt het. In deze stelling werd G3 altijd gespeeld, maar Grishuk speelde dus het paard GE2. En hiervan zei hij achteraf, ja, de computers lachen je uit met deze zet, want zwart heeft 10 manieren om gelijk spel te maken. Maar, zei hij, hij heeft ook 20 manieren om een slechte zet te doen. En ja, daar hoop ik eigenlijk een beetje op. Gebeurde niet. NVL ontwikkelde rustig verder. Kan natuurlijk ook wel een beetje schaken, laten we eerlijk zijn. En er wordt een beetje aangevallen op beide flanken. En op zich best interessant. H5. Ja, wit laat er geen gras over groeien. Ontwikkeling niet echt afgerond. Loper staat nog in zijn hok. Paard blokkeert de boel een beetje. Overigens, het idee van dat paard op E2 was niet alleen om die pion te dekken, maar hij wil ook wel D4 controleren. Want een hele thematische zet in deze opening is dat zwart zijn paard naar D4 speelt. Een paar zetten geleden was dat wat gebruikelijker. Maar goed, hoe dan ook, dat veld is nu onder controle. En die zet is dus niet mogelijk. Paard maar H5.
Nou, de echte fanatiekelingen onder ons zouden misschien Turbo H5 willen spelen. Maar zo dol maakte Krishuk het nou ook weer niet. Hij speelde G3. Paard B4. En zoals je ziet, wit heeft best een degelijke stelling. Hij heeft veld B5 goed onder controle. Dus breken met een pionzet als B5 is voor zwart heel moeilijk. Ja, waar ga je dan precies breken? Dan moet hij eigenlijk wel met een soort offer komen. Dan zou hij bijna moeten offeren op C2 of op B3, maar dat is al wat speculatiever. En als dat niet gaat werken, dan moet zwart het eigenlijk wel hebben van zijn typische zet. Iets als D5 om de stelling te openen. Er staat natuurlijk wel een pionnetje voor. Maar ja, goed. Dat is wel een pion op de H-lijn. Daar gaat wit toch aanvallen. Krishuk speelt lopen H3. Toerman H3. G4. En hier gaat de gashendel open. G5. En F5. Pionnen stormen naar voren. MVL probeert het dicht te houden. Maar niet zo makkelijk. Het lukt hem overigens wel om het dicht te houden. Maar ja. Hoe wenselijk is dit, hè? Is even de vraag. Paard op H5 blokkeert de boel behoorlijk, maar kan geen kant op. Blokkeert de vluchtweg van zijn eigen koning, wat helemaal niet handig is. Maar kan ook geen kant op. Ja, dat is op zich wel een pion waard. En Krishuk heeft al vrij snel, wederom tegen de Neidorf, of tegen het Siciliaans van Schellegraaf, een goede stelling weten te bereiken. Dat Siciliaans lijkt toch een beetje lek te zijn, waar we een jaar geleden nog zeiden, de Neidorf voor zwart, fantastische opening, ijzersterk. Lijkt het toch in de problemen te zijn, want ook Anish kiest niet voor de Neidorf dit toernooi, maar bijvoorbeeld voor de Sveshnikov. Dus de opening staat toch weer onder druk. Dat kan toch snel lopen ineens. Ja, wit gaat aanvallen. Dat mogen duidelijk zijn. Die H-lijn is wits doel. Hij wil daar een toren neerzetten. Hij wil daar een dame neer gaan zetten. Hij wil openbreken, offeren, mat zetten. Ik wil bijna zeggen redelijk standaard. Dus zwart moet tegenspel creëren met D5. Eenmaal D5. Paardmaal G3. Torenmaal G3. En omdat het centrum een beetje open komt, moet wit een beetje zijn aandacht verdelen. Hij wil natuurlijk niet zomaar D5 verliezen, want dan worden wel heel veel zwarte stukken ineens actief. Hij kan niet zomaar meer rukzichtloos op de aanval gaan spelen. En daarnaast speelt zwart de zet H5. Een hele typische zet om de witte aanval te stoppen. Het idee is namelijk dat als wit slaat, dat hij, ik weet niet of hij het direct gaat doen, maar eventueel de pion kan blokkeren. En waar wit zich wel een weg door de zwarte pion heen kan offeren, kan hij zich natuurlijk niet door deze pion offeren. Want hij kan niet zijn eigen pion eraf slaan. En zwart gaat hem zeker niet pakken, want die pion is op dit moment zwarts beste verdediger. Echter, de computer gaf aan, gemel H6 is eigenlijk een hartstikke goede stelling voor wit. Hij heeft een pionnetje extra. En als zwart dat niet wil toelaten en een pion terug wil pakken, kan die met bijvoorbeeld toren G1, hij heeft wat ideeën, om in ieder geval druk op G6 te zetten. En deze diagonaal is natuurlijk nog steeds heel interessant voor wit. Het paard kan erbij komen. De computer zegt eigenlijk, dit is al helemaal klaar. Dus dat was nog een goede optie geweest. Maar Krishuk had andere plannen. Die had één plan en dat was die H-lijn en er zal geofferd worden. Dame E2. Toren C5. Zwart moet die D-pion zien te pakken. Toren H3. Overigens, ook hier had Krishuk dame F3 kunnen spelen. Hij had gewoon de D-pion kunnen dekken en dan vervolgens op zijn gemakjes gaan kijken hoe die verder gaat in deze stelling. Want laten we eerlijk zijn, positioneel staat hij ook gewoon heel goed. Maar nee, zoals ik al zei, Krishuk verstand op 0, die wilde gewoon schaakmat zien. En het liefst zo snel mogelijk. Hij wordt geslagen. Toren H1. Dame D6. En hier begint het spektakel. Er zijn een aantal fantastische ideeën die hier eigenlijk een beetje onder het oppervlak verscholen liggen. Want je zou denken, het is tijd. Torenmaal H5. Gemel H5. Damemaal H5. Maar iedereen ziet dat zwart natuurlijk niet voor niets anders heeft opgebouwd op de D-lijn. Hij speelt toren D1, ruilt een toren af en de witte mat aanval is natuurlijk verdwenen. Maar wil dat ook met de toren op H5 kunnen slaan. En nu dreigt hij dame H2 en dame E4. Allebei met matdreiging op de H-lijn. Er is eigenlijk geen zet die beide voorkomt. Maar zwart heeft een fantastische wending. Hij kan toren D2 spelen. Dwingt dame E4 af. Dat mat is ondekbaar. Hij heeft wel schaak, maar de koning A2 houdt het toch echt op. Dame H7 mat is niets aan te doen. Althans, toch wel. Toren A1. Fantastische zet die zwart tot zijn beschikking heeft.
Het idee is naar koningman A1, dame D1 schaak. En zwart haalt de toren op H5 op. En ja, wint daarmee gewoon de partij in feite. Toren meer en geen matproblemen meer. En als hij met de loper slaat, heeft hij dame A3. Doet de loper toch nog mee in het hele verhaal. De toren D1 mat. Hele mooie wending. Dus ja, Grischuk, uiteraard weer half in tijdnood, want het zal ook eens niet. Had dat uiteraard gezien. Speelde de zetkoning A2, anticipeert heel slim op wat de dreiging van zwart was. En nu dreigt hij wel toren om H5. Toren D1 gespeeld. Ja, dan komt die toren om H5. Eenmaal H5. En toren om H5. En hij gaat dezelfde stelling op het bord toveren. Met wederom die dubbele dreiging. Ja, nu staat die koning al veilig. Dus ja, toren A1 heeft geen zin nu. Ja, wat moet je dan wel doen? Hij zou de ZE4 kunnen spelen. Want voorkomt dame H2 en als dame E4 gespeeld wordt, hebben we natuurlijk weer toren A1. Hetzelfde idee als dat we net zagen. Maar in deze stelling kan wit anders toeslaan. Hij kan namelijk toeslaan met de ZG6. Hij heeft dus een volle toren geofferd. En het mooie is dat een F-mal G6, dame G4, is deze pion eigenlijk niet meer te verdedigen. Het lukt gewoon niet. De zwarte stukken kunnen er niet bij. Alleen de koning zou kunnen helpen. Maar naar toren H7... Dame mag geen 6 mat. Feest ook voorbij. Dus dat werkt niet. Een verdedigingsmechanisme wat er logisch uitzag in E4 ging dus niet door. Maar hij had wel toren D4. Ook een hele mooie zet. En nu, als je dame H2 speelt, komt toren mal A4. B mal A4. Dame E6 schaak. En ineens heeft zwart een remise wending. Koning B1. Schaak. Open C1. Weer schaak. Koning A2, dame E6. En er zit niks anders op dan zetten te herhalen in deze stelling. Waarmee zwart dus remise houdt. Dus dat had zwart slim gezien. En daarmee wist hij het hals over kop te verdedigen. Met dus de fantastische zet toren D4. Ja, mocht je de toren eraf slaan. Dame A3, toren maal D4. Levert ook niets op voor wit. Hij kan geen dame H2 spelen, want hij moet natuurlijk toren D1 mat ten alle tijde voorkomen. Dan zul je denken, hé, maar heeft Grischuk dan gewoon, was zijn aanval niet sterk genoeg? Ja, dat was het wel, maar hij moest een hele moeilijke zet vinden. Toren maal H5 was de fout. Ja, je verwacht het niet, het is echt computerschak. De enige winnende zet was de zet toren H3. Hij moet ervoor zorgen dat hij met zijn dame kan slaan op H5, want dan kan zijn dame niet alleen mat dreigen. Ook dat veld D1 dekken, dat belangrijke veld D1, wat we in al die toren A1 offervarianten hebben gezien, dat moet hij blijven verdedigen. En nu zit er voor zwart niks anders op dan toren A1, loopmal A1, dame D1, dame ruilen. En wit pakt op E5. En wit staat een pion voor, die gaat er ook af. De koning is nog in de problemen. Lang verhaal kort, dit eindspel biedt wit hele goede kansen. En is misschien wel gewonnen. Dus toren H3 was de ultieme zet in deze stelling geweest. Maar ja, je moet hem maar even vinden. Deed hij niet, hij speelde toren maar H5. Roger de Graaf pint wel de fantastische zet toren D4. Ja, hij moet onverrichte zaken weer terug. Dreigt nu wel dame H5. Ja, nu komt alsnog toren maar A4. B-mal A4 mag niet, wegens dame D5 schaak en de toren op H1 gaat verloren. Dus koning B1 moet gespeeld worden. Alsnog dame D5. En hier ziet zwart een uitweg door zijn dame te offeren voor de toren. Hij stond er al eentje voor. Twee torens tegen een dame, lijkt uitstekend. Maar toch gaat het mis. Hij verliest zijn B7 pion. De loper kan niet geslagen worden, wegens dame G2 schaak. Koning opzij en dame H2. En we hebben wederom een dubbele aanval. Dus toren D2, loper C3. En zwart heeft twee torens en dat is toch vaak lastig, want hij gaat gewoon dingen aanvallen. En de vraag is altijd, kan wit de ruil accepteren? En ja, dat kan hij. Torenman C2, dameman C2. Hij werd op C2 geslagen. Koningman C2. En wit gaat gewoon naar voren met zijn koning. Dekt zijn F-pion. Koning gaat naar voren, pion gaat naar voren. Het is eigenlijk niet meer tegen te houden. Zwart kan nog proberen om bijvoorbeeld koning D7 te doen, maar je zult zien, de witte koning wordt actief, de loper ondersteunt, de pion gaat gewoon wandelen en als het moment daar is, zet hij zijn loper op de diagonaal
Die ruilt hij en de pion zal als bliksemafleider fungeren. De witte koning loopt naar binnen en wint de partij. Goed, achteraf was er nog even wat ontsteltenis, want ja, had Verschillengraaf nou geblunderd? Want we zagen net dat zijn koning helemaal via deze route probeert om erbij te komen. Dat is natuurlijk heel traag. Hij had hier lopen A3 schaak kunnen spelen. Koning B1, toren mas C2, koning mas C2 en dan via F8 lopen. En dan is hij een stuk sneller. Want komt de koning op B7, heeft hij goede remisekansen, was de conclusie. Maar goed, ik zal het even kort laten zien. Het is voor wit geen probleem, want hij heeft hier de zet loper B4. Een belangrijke zet. Waarmee hij een tempo wint en de koning zo krijgt dat hij inderdaad op A6 komt. Zolang de zwarte koning niet op B7 komt, gaat wit het altijd kunnen winnen. De details kan ik helaas niet te diep op ingaan nu. Zoek dat gerust zelf ook thuis eventjes uit of met de computer. Maar goed, het was wel even benoemen waard, want er werd een tijdje gedacht dat Verschillengraaf de remise had laten liggen, maar dat was niet het geval. Het was nog steeds gewonnen voor wit, maar hij moest het wel nauwkeurig spelen. Hoe dan ook, we hebben een hele mooie aanvalspartij gezien van Grischuk. En ja, niet beloond in de aanval, sterk verdedigd, hele interessante wendingen. Leuke tactische combinaties, maar uiteindelijk wist hij toch te winnen. En zoals ik al zei, Alexienko Wang houden we de remise en we gaan even kijken naar wat dat doet met de stand. We zien hier de uitslagen. Giri wint dus van Ding, Grischuk wint van Verschillengraaf en we zien dat het veld zich al een beetje uitspreidt. Nepo, ja, nog steeds een kop met 7 punten. Anish een halfje erachter met 6,5. Dan Caruana op 6, Verschillengraaf en Grischuk op 5,5. Verschillengraaf begon notabene een paar dagen geleden nog samen met Nepo aan kop. Aan de hervatting maar 2 nederlagen en 2 remises heeft hem teruggeworpen tot een 4e, 5e plek. Wang met 5, Alexienko met 4,5, Ding met 4. Ik zei al, Giri een halfje achter op Nepo, dus hij lijkt in de buurt te komen. Hij heeft echt een groot probleem. Zijn tiebreak is vrij slecht. Hij heeft verloren van Nepomniachtchi, dus dat betekent als ze gelijk eindigen dat Nepo de betere tiebreak heeft. En ja, dat is slecht nieuws. Dus hij moet eigenlijk een halfje meer halen nog dan Nepo. En dat wordt ja, een serieuze uitdaging. Maar goed, Anish zit ja, gewoon lekker te schaken eigenlijk. Hij voelt zich relaxed volgens mij. Hij speelt mooie partijen. Heel strategisch. Soms, zoals tegen Wang. Maar vandaag ook fantastisch stukoffer. Wat hebben we morgen op het programma staan? We zien dat Caruana met wit tegen Anish speelt. En dat is een hele belangrijke wedstrijd. Kan Anish het ook met zwart tegen Caruana? Gaat Caruana all-in? Gaat hij alles of niet spelen? Krijgt Anish ook winstkansen? Of heeft Caruana nog het geduld? Ja, misschien de stand in het toernooi biedt wel een uitgelezen mogelijkheid voor Anish om met zwart van Caruana te winnen morgen. Want ik denk dat er een nodige risico's genomen gaan worden. Dus wellicht dat dat een hele boeiende partij gaat worden. Verschillengraaf speelt met wit tegen Alexienko. We zien dat Wang met wit tegen Nepo mag. En Ding speelt met wit tegen Grischuk. Ja, zoals ik al zei, het zit dicht bij elkaar. Maar Anish gelooft er nog heilig in. Overigens, voor de liefhebbers, het is interessant om de persconferenties van Anish nog eens terug te kijken. Dat zijn best wel fraaie persconferenties met gevoel voor humor en een hele scherpe Anish. Dat is zeker een tip. Op YouTube is dat allemaal wel terug te vinden als de uitzendingen teruggekeken worden daar. Ja, we zijn iets over tijd, maar goed, het waren 2 spectaculaire partijen die ik toch graag wilde laten zien met alle tactische wendingen. Mocht het nou te snel zijn gegaan, en dat ging het ongetwijfeld, want er was veel te vertellen. Geen paniek, het is op Twitch nog 2 weken lang terug te kijken op dit kanaal en ook zal deze uitzending op YouTube verschijnen. Je kunt op je gemakje nog even terugkijken, bordje ernaast, computertje ernaast wellicht. Nou, kun je in ieder geval nog even doornemen wat er allemaal gebeurd is. Wat ik al zei, de persconferenties zijn ook terug te kijken. De spelers analyseren ook hun partijen daar. Zeker ook interessant om hun gedachtegang te horen. Een paar dingen heb ik al wel benoemd vanavond, maar natuurlijk niet het hele verhaal. Ja, dan rest mij en iedereen die vandaag heeft gekeken te bedanken. Morgen wordt er weer gespeeld. Vanaf 1 uur 's middags onze tijd starten de partijen in Rusland. En om 8 uur 's avonds zijn we er weer bij met het DAF-journaal van ronde 12.
Iedereen, dank voor het kijken. Alvast een heel fijn weekend en hopelijk tot morgen.